kijkend naar het energieverbruik in Nederland, dan gaat alleen al 20% van alle energie op aan mobiliteit. En dan hebben we het dus over personen- en goederenvoer. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende impact. En daar willen wij als Eneco willen we daar die impact willen verminderen, samen, duurzaam en op een decentrale manier. Nou, dat doen we natuurlijk willen we die kilometers verduurzamen. En dat doen we door eigenlijk de hele range op het gebied van OV, transport en natuurlijk ook personenvervoer. Kijkend naar wat we daarvoor inzetten is natuurlijk elektrisch vervoer. We hebben slim laden wat we daarin zetten, waarbij je zeg maar op het juiste moment goedkoop, maximaal duurzaam gebruik kan maken van duurzame energievormen. We zetten LNG in voor transport. We hebben groen gas onder andere en we zijn bezig met waterstof. Nou, we zijn vorig jaar met NS hebben een langjarige samenwerking ingezet, waarbij we allebei één doel hadden. En dat is de reiziger duurzaam van A naar B te brengen. In de toekomst zullen we steeds slimmer ons gaan voortbewegen. En dat betekent dat technologie zijn intrede heeft gedaan. Niet alleen richting de auto, dus dat je geïnformeerd wordt vanuit je auto wat er onderweg allemaal gebeurt. Maar ook zeg maar vanuit je huis richting wat je als je op weg gaat. Tegelijkertijd zien we ook dat elektrisch vervoer ontzettend hard in opmars zal gaan. Dat betekent dat we richting 2020, waar we nu staan in 2016, is ongeveer bijna 2% marktaandeel, zal gaan groeien naar 7-8%. En richting 2025 zal dat ver over de 10% gaan. Daar willen wij een rol in spelen om daarin te verduurzamen. Dan zien we ook dat het autoverbruik zal gaan toenemen. Enerzijds, want het zal economisch nog steeds beter gaan, maar ook zullen we met elkaar verder gaan delen. Nou, daar willen wij samen met onze klanten en met onze partners een rol in spelen. En we nodigen wat dan gaat ook iedereen uit om samen die duurzame wereld verder vorm te gaan geven. In onze visie, ook voor de aankomende jaren, willen we de duurzame mobiliteit versnellen. Nou, hoe kunnen we dat doen? Niet alleen, daarvoor hebben we partners nodig. Dus vandaar onze handreiking, kom naar ons toe.